Sjoerd is al betrokken bij het Amsterdams Buurtfilmfestival vanaf het eerste moment. Jij bent op allerlei manieren altijd betrokken al bij het Amsterdams Buurtfilmfestival. Maar jij maakt dus ook de prijzen die zometeen uitgereikt gaan worden door onze jury. Zou jij er eentje bij willen pakken en even wat vertellen over het design? Uiteraard. Ja, we zijn begonnen met een heel klein awardje in het begin. En toen zei Kibbert al vrij snel, ja, maar ik wil iets stevigs. Je moet het in je hand houden. Je moet hem echt zo, hij moet ook zwaar zijn. En, dus er zijn een editie op editie is hij een beetje geëvolueerd. En hij kwam ook met, deels het logo zit erin. Hebben we dat ergens? Ja, kijk, dat filmcameraatje hier zo, weet je wel. Zo een beetje. Ja, die toeter, dat ik dacht, nee, het is gewoon zo goed. En het leuke is, het is allemaal ook oud materiaal van Kibret. Het voetje is 3D-print, onderste gedeelte. Dit is gelasersneden. Dan hebben we hier een 8 mm filmbandje. Die zat in die oude camera's. Er zaten ook overal nog stickertjes op met wat er op stond in het Amhaars. En dit is de binnenkant van een VHS, van een videoband. Dat zit hierin. Je zou ze nog kunnen afspelen, zeg maar. En dan geen idee wat hij erop heeft gefilmd. Misschien nog wat Ethiopische gekke dingen. Waarschijnlijk. Maar het is dus echt, het is niet gebaseerd op het materiaal. Het is het materiaal. De bovenste dingen zijn inderdaad, is gewoon het binnenwerk van de camera's en de videobanden. Ja. Kijk. Ja, dus het is sowieso zijn prijs natuurlijk een collectors item. Maar dit heeft misschien nog wel een dubbele betekenis. Ja, ik hoor ook steeds meer mensen van, ah ja, ik wil eigenlijk alleen meedoen om dat ding te winnen. Dus dat is een goed teken. Kijk, dat is ook snel geëvolueerd dan. Dankjewel, Sjoerd. Heb je al een idee over volgend jaar? Ja, volgend jaar wil ik hem zelf winnen. Kijk. Heb je dan ook al een thema waar jouw film over gaat? Poeh, ja, dat zou echt een soort van drama-romcom worden of zoiets. Ja? Ja, comedy, drama, slapstick, alles in één. Nee, dat zou, als het daarover zou gaan. Nee, ik werk hier in Amsterdam, maar ik woon ook nog een beetje in het oosten van het land. Dus dan zou het een beetje die combinatie zijn als ik dan weer wegga, weer terugkom en dan weer misschien. Verbinding tussen Amsterdam en het oosten. Ja, zoiets. Kijk. En je zegt net iets moois, want de romcom en et cetera van het hele proces achter de schermen. Nou, jij bent dus ook vanaf het begin betrokken. Wat is voor jou vanaf dat moment tot aan nu iets tekenends? Zeg maar? Van, kan je zeggen van ja, toen stonden we daar, nu zijn we alweer helemaal hier. Jij hebt die groei meegemaakt. Nou, ik denk definitely het karakter. Je voelt het gewoon ergens de persoonlijkheid, de kneuterigheid, het wat je opvoelt als je in een buurtje zit. Het gewoon het straatleven, het echte, wat stiekem het leven is. En dat blijft er gewoon somehow gewoon in zitten. Hoe groot, het wordt steeds, gaat het soepeler. Dus de organisatie, dat is te gek natuurlijk, dat lekker soepeler verloopt. Maar stiekem voel je ook gewoon lekker down to earth. Liefhebbers zijn die dat met z'n allen doen. De mensen die erop afkomen. Je krijgt weer een beetje vertrouwen in de samenleving, dat er gewoon een heleboel goede mensen zijn met goede intenties. Nou, mooi. Mooi gezegd. Dankjewel. Ja, we hebben natuurlijk zoveel mensen gezien vandaag. Inderdaad van beginnende makers tot meer ervaren makers. En wat ik ook altijd terughoor elk jaar eigenlijk, is dat die elkaar ook weer inspireren aan de hand van wat ze vandaag zien. Dus ik hoop ook dat deze 8e editie ook weer is gebeurd.